Nobilis Carrière Dagen. Werkgevers presenteren zich hier aan de Young Professionals. Natuurlijk zullen alle werkgevers zeggen dat zij de beste werkgever zijn. Wij gaan voor jou kijken wat deze werkgevers dan bijzonder maakt. De student krijgt als ze binnenkomen krijgt ze een tasje en die tasje heeft een kleur. Dat is tevens zeg maar een code. Ik zie allemaal rood. Wat me ook opviel is dat het rode tasje, dat het matcht met allemaal rood. Dus ik heb het rode tasje even vlug verstopt in mijn tas. Ja. Zodat ik niet allemaal lastiggevallen word continu met allemaal headhunt is. Okay. Wat maakt Society een speciale werkgever? Een heleboel dingen, maar de ontplooiingsmogelijkheden, die opleidingsmogelijkheden die ik net noemde. Ja. Nou, we zijn een van de grootste ICT-bedrijven in Nederland. Dat betekent dat je bij een van de top 200 klanten in Nederland terechtkomt. In finance, overheid, logistiek, handel. Wat maakt het dan fantastisch? Want iedereen zegt natuurlijk dat het is fantastisch. Fantastisch is dat je je carrièrekansen zelf kan maken. Dus als jij geïnteresseerd bent in Oracle, je verdiept in het bedrijf, in de klanten, dan kan je eigenlijk alle kanten op die je op wilt. Wij bieden de balans werk-privé. Wij hebben gewoon een 40-uurige werkweek en wij verwachten niet dat ze 80 uur werken. Wij snappen dat ze naast het werk nog privé dingen willen doen. We besteden veel aan ontwikkelingen. We hebben mooie masterclasses voor verschillende young professionals. Wat doe je hier? Ik sta informatie te geven over de carrière dagen. Sorry, wat? Tessel Experience. Wat is dat? Met Bo van Erverdorns, het televisieprogramma. Die wordt straks ergens hier weergegeven. Waar is dat? Geen flauw idee. Nee. Veel succes vandaag. Hoe vind jij het om te werken bij ICT-automatisering? Ja, superleuk. Heel informeel bedrijf. Natuurlijk wel echt een mannenwereld. Ja. Maar ik vind het heel leuk. Mensen hebben echt passie voor techniek, echt passie voor hun vak. Ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. Voor mij is de rolwisseling naar recruiter. En dat zijn dus een van de unique selling points. Is de ontzettende hoeveelheid aan rolwisselingen die je kunt doen tijdens je loopbaan bij Capgemini. Dat maakt het leuk, dat maakt het uitdagend. Jij bent van developer naar senior audit naar recruiter gegaan. Nou, omdat de opleiding heel erg goed is, wordt door het bedrijfsleven enorm goed ontvangen. Wat je heel vaak ziet is mensen die nieuwe klanten en die zeggen dan we zijn een beetje huiverig. Van ja, zijn ze junior en kunnen ze wel wat. En zodra er iemand één of twee juniors geplaatst zijn, dan zegt ze na een paar maanden, nou kom maar, ik wil er dan nog wel zes. Fucking goed. Je hebt je schoenen uitgetrokken, zie ik. Werkt dat beter? Ja, dat gaat echt ideaal, gaat dat. Ben je nu overgehaald om bij Accenture te werken? Nee, het zijn technisch en ik ben niet zo technisch. Stoor ik je nu? Ja. Gaat echt heel slecht dit, hè? Kus je een drankje zometeen. Okay. Maar waarom vind jij het leuk voor Logica te werken? Qua bedrijf vind ik het heel leuk om te werken, omdat wij gewoon een internationale speler zijn. Okay. Die goed zijn in de dingen die we doen. Ja. Onze interne en externe cultuur bevalt mij gewoon heel erg. We zijn een open en eerlijk bedrijf. We geven alle jonge mensen, en daar ben ik met name mee bezig, een kans om te groeien, zelf te professionaliseren en ze daar ook heel goed in te begeleiden. Dus het is een relatief kleine onderneming, 230, 300 man. Hele platte organisatie. Dus we hebben weinig management gebouwd in de zin met tussenlagen. En we blijven elke keer vertrekken vanuit die professional. Ja, kijk, ik werk er nu 15 jaar met heel veel plezier en dat heeft te maken met dat we een grote organisatie zijn waarbij je heel veel mogelijkheden hebt. Maar ook de ICT-architectuur die heel vooruitstrevend is, innovatief, heel veel mogelijk. Werksfeer is denk ik voor iedereen belangrijk. En dat is ook een beetje de selectie die je gaat maken? Natuurlijk, je werkt op een gegeven moment iedere dag. Dus soms is het beter om 200, 300 euro minder in de maand te verdienen, maar dat je wel lekker in je vel zit. Of zeg je dat nu omdat er een camera bij staat? Dat meen ik serieus. Je vindt de bedrijfscultuur heel belangrijk. Salaris? Ja, uiteraard. Dus wat is Ordina dan? Ik denk dat Ordina echt is. Mm-hmm. En dat het heel erg te maken heeft met van, ik wil vrijheid hebben om de dingen te doen die bij mij passen. Dat betekent ook dat je dus ook moet nadenken over dingen die bij je passen. Ja. Dat wij ons juist richten op wat vindt de persoon nou belangrijk. Hè? Dus minder dat de klant centraal staat, dus juist de persoon centraal zetten. Dus met elkaar een traject uitstippelen van, ja, waar ga ik nu de komende 2-3 jaar, waar ga ik me voor inzetten? Wat wil ik worden en welke kant wil ik opgroeien? Nou, daar sluiten we ons opleidingstraject aan en daar zoeken we ook de projecten bij. Hij is naar binnen gelokt vanwege zijn uiterlijk. Denk je dat je een eerlijk beeld krijgt van het bedrijf waar je komt werken? Ik weet het niet. Ik kom echt net binnenlopen hier, ook op de beurs. En het is inderdaad heel veel uitzendbureaus en mensen grijpen en inschrijven. Dus ik had altijd wat meer verwacht dat ik wat kon oriënteren op de mogelijkheden die er zijn. In plaats dat het zo'n soort markt is van binnentrekken. Ja.
Je moet gewoon alles wat iedereen met een korreltje zout nemen tegenwoordig. Dus dat weet je. Nou, zijn is de hele dag op de Nobles Carrière Dag geweest. Ik heb ontzettend veel bedrijven gesproken. Wat ik wel leuk vind om te zien dat iedereen is met een medewerker bezig. Opleidingen, begeleiding, wat wil een medewerker zelf, daar past hij zich op aan. Maar ik heb niet zoveel nieuws gezien. Iedereen hoor je dat wel een beetje zeggen. Ik had graag nog wat meer vernieuwing gezien. Of nieuwe technologie, wat middelgrote bedrijven die met iets raars bezig zijn. Die zie je hier niet. Dat is wel een beetje jammer, maar ik denk dat ik wel een goed beeld heb gekregen. Volgend jaar weer.